Ja, dan ben je niet veilig. Maakt mij niks uit. Waarom? Ik ben toch... Ze overvallen mij niet. Het gebeurt vaak rond sluitingstijd. Zou dat voor u een reden zijn om dan rond sluitingstijd het winkelcentrum niet meer te bezoeken? Ja, dat is voor mij een reden om dan weg te blijven. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen de overvallen en doet volop onderzoek. Wij kijken natuurlijk of we sporen kunnen vinden. Wij zullen met getuigen spreken, ook met de betrokkenen, met de medewerkers die onder andere bedreigd zijn. Daarnaast zullen wij kijken of er camerabeelden zijn en zullen we buurtonderzoek doen. Deze snackbarhouder in het winkelcentrum aan het Nederlandplein weet hoe het is om een overval mee te maken. Het gebeurde hem al 3 keer eerder. Je stoot tegen je hoofd, dan weet je wat leven is. Is niet leuk. En dat is echt doodsbang, zeg maar. De politie roept mensen in Eindhoven op die iets verdacht zien bij een winkelcentrum direct 112 te bellen.